Dit is de vrachtwagenparkeerplaats aan de Korte Buurt in Maasland, afgesloten met een hek dat alleen met een pasje open kan. Op initiatief van twee ondernemers komt er nu ook een hek bij de vrachtwagenparkeerplaats aan de Dorpolderweg in Schipluiden. Ja, er is van mij ook wel eens het een en ander weggehaald. Dus het aanhangwagen of kort geleden nog een kar met kano's is weggehaald. Een week of 3-4 geleden. De buurtpreventie van het dorp heeft een aantal plekken die tijdens een ronde altijd worden aangedaan. De vrachtwagenparkeerplaats is er daar één van. Dieseldieven tot drugsafval, dat is al één keer gebeurd. Maar ook vrijende paardjes in een autootje die hun secondlove.nl hier praktiseren. En dat is dan onze secundaire arbeidsvoorwaarden, zeg ik altijd. Maar ja, goed, het is echt een hoekje waar je helemaal uit zicht bent. En dat weet menigeen die hier helemaal niks te zoeken heeft. En weet je, voor de buurtpreventen zelf is het ook soms frustrerend. Als ze dan elke keer die berichten doen en de meldingen doen en ze zien eigenlijk geen echte oplossing, dan gaat dat ook hier en daar wrijven. Al in 2017 schrijft burgemeester Arnold Rodenburg van Midden-Delfland over een afsluitbaar hek dat een deel van het parkeerterrein moet afschermen. De offerte is nu af en binnenkort hakt de gemeente de knoop door. Voor een gedeeltelijke afsluiting van het vrachtwagenparkeerterrein dus. Dat ziet de buurtpreventie van Schipluiden toch liever anders. Want als je alleen de helft afsluit, ja, dan blijft de andere helft gewoon een intensiever afvoerputje van Schipluiden en van de omgeving. En dan hebben we niks opgelost. En dan speelt nog het feit dat er bij de, voor de begrafenissen, want de begraafplaats ligt hiernaast, dat men parkeergelegenheid wil hebben. Nou, dat zou men daarvoor makkelijk kunnen maken. In onze optiek kunnen er makkelijk 25, 30 parkeerplekken zijn. En ik geloof niet dat er veel begrafenissen in Schipluiden zijn die meer parkeerplekken vragen. En ook dan heb je weer een waterbedeffect dat men weer een andere plek zoekt. In theorie is dat altijd mogelijk, maar goed, die kunnen we dan weer onder handen nemen.